Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 5 juni. Ja, de hele dag. Ja, al vanaf 12 uur vannacht. Ja, en jullie horen het goed. Jessica is ook mee. En mijn man die is aan het rijden. En we rijden dus nu langs de brandweer. Kazerne. En we rijden dus nu in een tunnel. We gaan eerst tanken. Lekker dit licht. Wat? Ja, maar ik ben aan het vloggen. Ja! Ja, ik ben aan het vloggen, meneer. Is dat zo raar? Nee, toch? Is dat niet raar, hè? Nee, meneer. Is niet raar. Stadion. Stadion, top. Not. Je mag geen mobiel in je hand, maar je mag wel een appel in de hand achter het stuur. Ja, dat mag. Nee, wij gaan vandaag wat voor de Husky groep. Nee, de. Zo, de Husky groep. Ja hoor. Husky voor. Zo, ik kom er niet uit. Ja, nee, dan moet ik het zelf. Nee. Husky Forever Home Benelux. Oh, Benelux opgepakt. Ja, yes. Ja, anders ga je mij namelijk in de war brengen. Ja. Het is wel een Husky groep, maar dan Forever Home Benelux. Ja. Daar gaan we wat voor doen. En Jessica gaat dan niet met deze camera filmen, maar met haar eigen mobiel. Voor de beheerster. Wat vond ik op? Maar we gaan een mallemoet ophalen en die gaan we weer even ergens anders naartoe brengen. Maar we nemen jullie gewoon gezellig mee. Dus welkom bij deze gloednieuwe vlog en we wensen jullie heel veel kaartplezier. Nogmaals weer een hele goede morgen naar iedereen. Ja, zoals jullie zien. Op Vaanweg S103 te blijven. Ja, maar rechtdoor. Hoor je het, schat? Ja, in Ghana. Ja, als maar rechtdoor en maar wel de bochten volgen uit B. Ja, zoals jullie dus nu zien hebben blijf we dus... 1 kilometer doorrijden op Vaanweg. Zoals jullie dus nu zien hebben wij dus een bezoeker in de auto. Hi kind! Dit is dus een mallemoet. Een malletje. Ik ga kusjes jou. Dankjewel! Dankjewel! Zo. Vind je mij lief, hè? Ja, en nou ga jij even naar achteren. Zakken. Yep. Zakken, zei ik. Dus ja, en wij gaan dus nu richting Zeeland. Ja, dus dat is anderhalf uur rijden. Dus we komen zo meteen sowieso nog even wel bij jullie terug. Wil je hier even plassen, Jess? Bij de SO? Kan nu. Als er bij de WC ja. Is wel. Mooi, dan gaan dat gewoon gelijk kijken. .nl. Ja, nou daar zijn we weer even. En ik krijg knuffels. Ik merk het, ja. Het is een knuffelkont. Straks heb ik een jaloerse vee. Nee, ja. Nee. Of een jaloerse Lucky. Knij. Ga je nou gewoon op je riem liggen? Nee. Dank je wel. Dank je. Beter dat ik lief ben. Maar we blijven wel veilig voor achter, hè? Voor. Ja. Blijf daar achter. Lijkt me handig. Ja, we zijn dus nu bij de Dinteloordseweg. Daar gaan we zo meteen onderlangs. Niet voorbij mijn knie. Bij 3, 2, 1. Dinteloordseweg gaan. En zijn we nu voorbij. Achter. Ja, dat ligt wel achter ons. Steenbergse Vliet, dat ligt daar. Steenbergse Vliet. En Jessica die zit daar. En mijn man die zit hier. En ik zit hier. Ja. Ik Joep. Zit er niet. Nee, en je slaapt zeker ergens. Ja, ik slaap. Ja, en Knij wil er ook even op. Hè? Hi. Ben je mooi? Dat is een lieverd. Het is rustig. Ja. Alleen even in het begin eventjes gek doen. Zo, hou ik het even de camera wel even op jou gericht. Knij, is ook leuk. Steenbergen. Afrit 25, maar die moeten we niet hebben. Nee.
Duitsland. Steenbergen aan zee. Ja. Nou, dan weten we dat. Steenbergen aan zee. Bestaat dus ook. Handig. Tje. Nou, dit is dus een knij. Dit is een mannenhond. Ja. Die gaan we dus nou lekker wegbrengen. Ja. Ook leuk. Zwarte ratten. Dus daar. Waar nou moeten we hier naartoe? En ik let ook gewoon op, ons schat, op de... Ook al ben ik aan het vloggen, ik let wel op. Maar vrouwen kunnen ook even iets meer, hè? Oké. Zeg eens even. Dus dat. Heb je nog wat te vertellen? Nee? Net wel, hè? Heel veel, hè? Te vertellen, hè? Kus. Dankjewel. Oh, moet oortjes schoonmaken. Lekker. Lekker. Lekker gewast, hè? Ja, bijna een hele goede middag. Ja, het is al een goede middag. Alleen mijn camera staat nog niet op middag. Nee, fout. Slecht voor mij. Ja. We zijn dus nu in België. Kijk, hoe lief het ligt. Heel lief. Ja, we zijn dus nu in België. Hé, Beterweg dekt dit. Lekker. Ha, rust om horen. Ja, lekker. Ja, en dan gaan we weer een tunnel in zeker. Wat tunnel zul je hebben? Ja. Tunnelinfo. Ja, ja, ja. Nou, wat is soms dit donker voor jullie? Denk ik zo. Dit is wel heel erg donker, ja. Nu niet. Gaan jullie even meekijken. Daar hebben we een desken. Daar hebben we een extra spiegeltje, wat jullie al weten. Daar een spiegel. Daar hebben we nog een spiegel. Ik heb een spiegel. Maar het is wel mooi verlicht zo, hier aan deze kant. Aan mijn kant. Nog 3 kwartier. Daar is ik al en dit rijdt lekker hoor, dit hier. Oké, zo, tol, tarief. Aboe! Het zo. Oké, kan je hier pinnen? Hey! Auto's volgen. Weet ik niet. Ja, een tol voor het eerst. Ja, cash. Dit is cash. Cash. Oh nee, ja, je kan ook pinnen volgens mij, of niet? Luister. Ja, en dan gaan we dus weer een tunnel door. Dus donker voor jullie. Maar het is wel een mooie verlichte tunnel trouwens, enigszins. Moet ik zeggen. Het is wel smal, maar... Wel hoog. En breed, ja. En heel veel uitgangspunten als er wat gebeurt. Nou, gek hè, en dat ik daar ook gewoon op let. Waar dan ook. Ja, en waar zijn we? We rijden dus nu richting Brugge, Malchem. Zelfzaten. Niet richting Gent. Nee, niet richting Gent. Nee. Van 25 kilometer hier rijden, schat. Rechtdoor gewoon. Dus ja, Jessica, hoe vind je knui achter bij je? Schat, lieverd. Alweer geliefd, hè? Oh ja, echt. Tot nu toe heb ik alleen nog maar liefd meegemaakt. Dus. Ja. Alleen het is nog een beetje onrustig, maar dat is logisch. Ja, maar niet gek. Niet... Nog 22 minuten en 27 kilometer. Dan zijn we er. Okay. Dus dat ga ik ook even doorbrieven dat we er ook bijna zijn. Nog 22 minuten. Dus. Zijn we ook
helemaal goed. Alleen ik weet niet of we daar kunnen vloggen. Ik doe het. Ik denk niet dat ik het doe in verband met ja, privacy. 151 te blijven. Ja, gaan we helemaal doen. Nou, zoals jullie eens weer zien, zitten we nog in de auto. Ja. We hadden kennis gemaakt. Ja. Maar er is toch besloten dat Kena gelijk naar zijn Forever Home gaat. Dus dan gaan we dat dan gelijk maar doen even zelf. Dus op naar Kena zijn Forever Home. Yep. Ja, daar waren we weer. Ja, dat is handig. Hi, mannetje. En we hebben ook een mooie politiebus achter ons. Kijk. Of jullie kunnen zien. Daar. Dan zeg ik achter ons. Daar. Ja. Oh, het gaat bumper kleven zometeen zeker. Yes, even hem even in de gaten wat meer houden met hem met politie, hè? Zakken. Ja. Ja, ja, het is bijna avond, mensen. Het is nog ongeveer een half uur. Het is nu 6:30. Hele mooie tijd. Verlaat de rotonde naar de Guido Gezellenstraat. Ja, dat is fijn. Dat we die moeten... Blijf 1 kilometer doorrijden op de Guido Gezellenstraat. Dankjewel. 1 kilometer. En dan is het bij de... Bij deze verkeerslicht niet, maar bij de andere is het linksaf. Maar zoals jullie zien, we hebben geen hond meer. Nee. Die is nu bij zijn Forever Home en dat gaat heel goed. Wat jullie dus ook hebben kunnen zien in een filmpje hiervoor. Ja. Het zijn hele lieve mensen. Dank jullie wel voor jullie gastvrijheid. Helemaal top. En de kippensoep die was lekker. En met broodje. Helemaal top. Heel goed verzorgd. Dus ja. En Roop bedankt jullie ook weer voor de kersen en voor de cola. En nee, die is nog niet op. Nee. Even kijken. Nee, nog niet. Nee, dan ga ik toch. Maar dat komt zometeen wel. Nou, hij komt nu naar je toe. Oké. Dus nee, maar ja, we gaan dus nu even richting het plaatsje Doel. Ja. Die gaat wel heel snel op oranje, zag ik. Zo. Maar oké. Ja. Als het goed is wel, ja. Over 300 meter sla linksaf naar de hoofdweg, de N290. Ja, klopt helemaal. Dus ja, we gaan dus nu naar het plaatje toe. Ik heb mijn camera mee. Zaamslag? Ja, Zaamslag. Ja, Zaamslag. Nee. Sorry, want? Nee. Ja, dus nee. We gaan af naar de hoofdweg, de N290. Maar wat ik dus net al zei, we gaan even lekker naar het plaatje toe. Neem jullie daar ook gewoon gezellig in mee. En ik ga foto's maken. Dus het komt helemaal goed. Dus tot straks. Ja. Jess, waar ben je? Ik ben hier. Oh, ben je daar? Oh, daar. Ja, we zijn dus nu vlak bij het doel. Ja, neem jullie mee. En we hebben nog even andere mensen achter. Mag ik even mijn mond houden? Ja, ja, tegen mij. Oh, jammer. Nee, maar we hebben nog even andere mensen ook mee. Maar die willen dus nog niet in beeld. Dat zijn onze oosterburen, toch? Zuiderburen, sorry. Oosterburen zijn Duitsers. Nou ja. Oh, sorry. Jammer dan. Dus. We hebben ook beste buren, maar er zit nog een stukje zee tussen. Ja, klopt, correct. Er zit ook een stuk zee tussen. Ja, joh, toch wel. Ja. Zo. Scandinavië, dat zijn onze noordenburen. Dus nee, maar we gaan even lekker naar het plaatsje Doel. We konden er niet in meer met de auto, maar we konden nog wel even lopen. Nou, dat is ongeveer 5 minuten lopen. Joep, nou. En. Even gezond. Als je gewend bent, een uur tot 2 uur te lang. Ja, dan maakt het niet uit, nee.
Maar je kan ook boven lopen of zo, zie ik dat nou goed? Oké. Okay. Leuk oud molentje, wauw, kijk. Mensen. Neem hier even mee. Even inzoomen. Ja. Waarom niet gaan vloggen? Nee, pak je te... nee, ga je... Ja, bel. Nee, bel. Nee, bel. Nee. Met Jessica, wel vloggen! Nee! Pak je telefoon! Nee! Want dan niet zo grijn. Ja! Ja! Lekker naar boven dan. Nee, ik ga nou niet naar boven, schat. Blijf vlakje hier lopen. Ja. Weet je hoe sterk de trap is? Als jij nou gaat filmen, schat, kijk. Alsjeblieft. Mijn deel. Je mag ook gewoon heus erbij praten, schat. Hier zat er eigenlijk een huis tussen. Daarachter is ook nog een stukje huis, schuur. Weet ik wat het is. Kijk, dit helemaal begroeid. Het is dichtgemaakt. Half dichtgemaakt hier. Kijk, dan laat je ook gewoon de mensen zien. Nou, dat is half dichtgemaakt. Ga je inzoomen. En dan ga je weer rustig zo. En we lopen weer. Kijk, dan hebben we hier dus een heel oud molentje die ik dus net in had gezoomd. Ja, jammer dan. Kijk, want jij, schat, deed dit. Ja, hij een beetje afgesloten. Ja. Nee, dat schiet op. Nee, ja, maar je moet wel kijken met wat je doet. Ja, maar dat kan ik niet. Dan hou je hem gewoon hier vast. Kijk, heb je dus je elleboog. Hier. Doe en polder. Yo. Okay. Ja, jullie lopen lekker door, maar ik heb hier nog wel een vlogcamera en een fotocamera die ik nog wil gaan bedienen. Dat is handig. Kan toch? Moet je maar vragen. Ja, Romy, je kan ook zelf even wat doen. Kom. Je huisje dicht. Mooi. Ja, dat is heel mooi. Nou, laten we even eten. Dan, en dan mag jij ook lekker mee praten. Wat zou ik moeten zeggen hier al? Gewoon leuk! Nou ja, het is hier gewoon verlaten. Het is geen Pompeji, nee. Daar wil ik eigenlijk ook ooit een keer heen naar Pompeji. Ja, je moet toch op het... Maar dit is dus Doel in België. Kaart. Zeg eens goeiedag tegen je kijkers. Kijk, maar Emma, ik mag hier wel kijken. Tuurlijk mag dat, alles mag. Klits, klits, kladder, na, niks is gek en alles mag. Alles mag als het maar leuk is, dat zegt Oma Vlader dan. Oma Vlader, klits, klits, klaar. Ken je dat nog van vroeger? Nee. Oh, dat was leuk. Wat? Kijk, een dakpannetje eruit. Kijk. Zo, ja, je moet hier uitkijken, schat.
Oh, dit zijn weer andere. Oké. Okay. Visserstraat. Leuk zo die bloemetjes. Ja. Ja, yes, alsjeblieft, kan ik foto's maken. Wat ik? Nou, wat? Wat die? Die dingen. Ja. Ik weet niet wat het is, maar ik vind die bloemetjes zo mooi. En dat druppen wat je hoort, dat is de regenpijp. Ja, kom eraan. Oh, ja. Oh, wauw. En een inktvis. Ja, is weer helemaal uit het wind. Nou, vooruit dan maar. Oh, je bent... Oh, je hebt zo... Het huisje genomen. Mm-hmm. Veel graffiti hier. Wat moet dit dan voorstellen? Een zwijn of zo? Ja. Kun jij nog even nog wat van? Ik zie daar een aantal leuke dingen. Muurschilderingen. Ik weet niet wat dit is. Nou, even kijken of ik in kan zoomen. Kijk wat vogelhuisjes. Een heleboel bij elkaar. Oké, gaan we weer. Muurschilderingen. Zoeken hoe dat. Ja. 2017. De water energy 1H20. Heleboel graffiti. Dames lopen alweer vooruit. Ja, dames. Ja, dames. Pokémon vis? Zou die Pokémon te vangen zijn eigenlijk? Geen idee. Misschien de radioactieve Pokémon. Hier nog een oud speeltoestel, denk ik. Dit ziet eruit als een soort van fabriek. Wat er gefabriceerd werd, ik weet het niet. Een gesticht. Een Sinter Cornelius gesticht. Tja. Met het raampje nog open. Waarom is het raampje open? Je moet ook even inzoomelen natuurlijk. Raampje. Of ze het pakken. Het ziet er recent uit. Maar goed. Hoi. Ga je gewoon lekker vloggen. Je hier rondlopen met z'n tweeën. Hier heeft ook iets gestaan, maar wat het is, weet het niet. Ik zit dicht bij de camera, dus kan je het horen. Oké. Okay. Je zal hier maar post moeten bezorgen. Nou, hier staat een kamer. Even kijken, wat er uitspoken scheelt, ja.
fabric. Ja, ja. Hier heeft ook iets gestaan. Maar lang geleden verwijderd. Heel modern, hè? Open scholen. 7 meter 17. Kijk eens aan. Hier stond vroeger ook wat. Ook weggehaald. Dit staat er nog wel. Als het er eigenlijk licht gemaakt. Hier heb ik nog iets. Wat is, ik weet het niet. Een kerkje of iets dergelijks misschien. En allemaal netjes dicht gemaakt. Hier ook. Een heleboel graffiti, dat wel. En er is op die dingen gebonst. Zo te zien. Binnen te drinken. Hier een soort van garage aan het benzinestation, denk ik toch geweest. Station. Hier een plek. Ah, Jessica. Hi. Hier zit een opening in de. Maar ik respecteer ook nog. Daar is ingezakt. Kijk, was er was hier nog meer dan wat er was. Dit is een oud pompstation. Zo ben ik dan. Denk ik. Scheelt hier, oud pompstation. Van? Fina, volgens mij. Kijk, Fina. Twee pompen, nog twee pompen. Huisje daar. Dit is dus al als hier waarschijnlijk gewoon komen. Dit hier. En we moeten gewoon een kaartje denk ik hebben. Daar komt nog iemand. Hier is het onderzoek. Dicht gemaakt. Wij kunnen nog een beetje uit op sparen. Ja. Ik wil ook zo meteen zo even over het dijkje heen lopen. Kijk wat je daar. Daar is ook altijd. Was het niks zo her? Elektriciteitshuisje. Dat te zien. En was er geen mensen? Ja, dat had ik ook niet gezegd. Want het is toch nog een dorpje veilig. Open schooldag. Zondag 7 mei 2017. 10 tot 4 uur. Dan kunnen we het oologie. Oké, inschrijvingen. Afgezet. Garage denk ik. Ja, daar heb ik camera. Hier een huisje. Het is weer. Het komt helemaal niet meer zakken. Het is toch ver. En waar wil je heen? Ja, waar wil je naartoe? Daar, dat langs, hè? Kijk al daar is dan. Geen idee. Oud speeltoestel. Dit is een sticht.
rustig. Hondjes uitlaten, kun je goed hoor. Prima, hondjes uitlaten. Bosman. Ja, jullie wel, ja. Hondjes uitlaten. In je speeltoestel. Dit hier is geweest. Bij een monkey. Een aapje. Een reiger. Wat slacht me. Kijken. Sint Cornelius gesticht. Daar ben je ook niet heel vrolijk van, denk ik. Weet je wat voor speeltoestel dat is? Misschien een schommel of zo. Klimding. Dames loopt nu lekker vooruit. Natuur neemt over hier. Kun je hier zien. Huis is helemaal begroeid. Wordt wel regelmatig onderhouden. Gesnoeid. Hier heeft natuur het flink overgenomen. Dit begint in te zakken hier. En dit een garage geweest is. Ja, waar wil je naartoe? Super vrede plastic explode doosjes. Maar wat was de tijd ook weer vanaf de hoe laat je hier in kon? Tot 5 uur kon je nog binnen. Ja, vanaf hoe laat? Dat weet ik even niet. Vanaf van vroeg dacht ik. Of pas op. Tot 5 uur kan je met de auto. Doe die ineens. Telefoonnummers. Nooit eerder. De bewoners die hier nog wel wonen. Ja, maar daar gaan we niet meer in. Kijk, was er open geweest, dan was dit iets anders. Ja. Maar dit is niet open. Dus heb ik ook geen woord mee te maken. Heb je er een foto van maken? Ja, dat is goed. Zo.
een mooi havengebied. Daar verloopt agenda. Eerst een sluisje. Afgezet met zandzakken. Ik zal even omheen lopen, misschien weer de andere kant zien. Iets met een oog erin. Het kan waarschijnlijk weggerold worden. Maar zit nu vastgesoldeerd. Weet ik het, vastgebouwd. Heel netjes onderhouden, ja. Dames. Oma wordt er geroepen. En even kijken wat de dames aan het uitspoken zijn. Hier het sluisje weer. Zijn we aan het doen? Aan het lachen. Mag dat van mij? Staat erop hoor. Ja, en ik ja, hoor. Dat is heel goed. Oh, moest die eruit. Kijk, jij hebt voor je telefoon, dan zit hij op te leunen, hè? Ja, nou, moet jij mijn broekzak rollen dan? Nee, doe je een jasje. Nee, dat gaat niet met het hoesje. Hoi meneer. Hoi mevrouw, hoi. Ook aan het vloggen. Kijk dan, hè, yes. Kijk dan. Monument, 4 kilometer die kant op. Onze Lieve Vrouwenkerk, Kieldrecht Kallo. Fort Liefkenshoek 12 kilometer. Dat is een bewoond dorp. Even kijken wat hier is. Een kapotte plaquette. Brits Monument. Hier stond voorheen het Brits Monument, opgericht in juni 1948, afgebroken in maart 2011. Britse monument. Oké. Okay. Het monument is dus verplaatst. Ik neem jullie gezellig even mee. Het wordt netjes onderhouden voor. Nou, we staan er weer te lopen. Lopen weer te lopen. Staan te lopen. Dat schiet natuurlijk niet op. Ik neem jullie gezellig even mee aan deze kant. Over de dijk. Richting water. Kijken wat er gebeurt. Het is niet zo spannend als ik gedacht had. Wel mooi uitzicht. Het jaagpad. Thank you.
Alles waar ik het hier. Nou, nu is het graffiti. Wel jammer. En zo worden wolken gemaakt in de koeltoren. Uitstoot. Huppatee, kijk wat de wolken er maken. Hier hebben we weer doelhuisjes. Daar is er iets bijvoorbeeld, dat staat niet op beeld. Stond nog wat, maar dat is weg. Dat is ja, dat zijn brandnetels. Ja. Nou, lekker hier, stijl die trap af. Wat is nou een dove netel? Die zijn er niet, die horen niks. Shit. Ik zal wat wegbrief voor je ergens vinden. Geen idee. Dames. Goed, die zakt af. Kijk afzakbrok, scheelt weer. Kruis. Handig. Oké, ik heb straks blaarsjes. Ja, Jessica! Ja, en daar heeft het mensen. Daar. Ik denk of we dit een beetje kunnen zien. En anders helaas. Pindakaas. Maar wij zijn dus weer onderweg naar huis. Hé, ja, wij zijn dus weer onderweg. Ja, ik ben er nog steeds. En die gek is er ook nog steeds. En die ook. Ja. En we rijden dus nu langs windmolens. Kijk eens één. Nee, we worden er niet voor gesponsord. Nee. Voor QR, weet ik het. Current. Huh? Current. Ja, current. Ja, zoiets. Ja, 8 uur. Het is ook 8 uur. Kijk, trajectcontrole ook weer. Accu of weet ik niet. Zo. Dus ja, Rotterdam is nog niet zo heel ver weg meer. En dan zijn we weer vlakbij Den Haag. De mooie stad achter de duinen. Ja. Dan gaan we ook zo meteen lekker eten. En bij de BK, dus gewoon de Burger King. En nee, daar worden we ook niet voor gesponsord. McDonald's, Pizza Hut. Nee, de Pizza Hut niet. Dat gaan we niet doen. Nee, maar ik denk, ik gooi het nog eens even wat tussendoor. Een paar reclame maken. Je mag het wel als je maar meerdere organisaties doet. Nee hoor. Oh, mag dat ook niet meer? Dan moet je sowieso zeggen, je wordt er niet voor gesponsord. Oh, oké. Okay. Want als je dat dus niet doet... Dan denken mensen dat je dus er wel voor gesponsord wordt. Aha. En ik ben dat is altijd. Popgoed. Hè? Ik zeg aha, en dat is een popgoed. Nou, misschien ja. Ja, ik weet wel zeker. Oké. Okay. Noorwegen van. Geen idee. Wat ik je twee van wie? Ken dat nummer niet? Nee. Nee, maar oké. Okay, dus ja. We zitten nog lekker in de auto. Het is nu net 8 uur op de klok. Klokslag 8 uur. Ja, en het is s'avonds en het is niet 's ochtends, nee. 2000, zegt Ro hier naast mij. Dus, mwah. We zijn lekker onderweg, weg. Ja. De GoPro die staat ook nog steeds aan, ook gezellig. Er komen een hoop vlogs eraan, dus helemaal goed. En dan sta je even nog even pitstop te doen, even te eten, bij niks minder dan de Burger King. Het gaat hier mooi staan. Hele mooie ooievaar. Ja. Ben je niet op de vlog dan? Nee, niet eens.
Wauw. Nou zeg. Ja. Ja, en we zijn dus alweer in Voorburg. Oh, ik ga bijna in slaap. Ah, ach, mijn ziel toch. Gaan we over de vinden? Ja, hè? Makkelijker, ja. Want dan zetten we eerst even die truthola af. Ja, truthola. Ja. Ja. Dus, en dan zijn we straks ook thuis. Dus via Finland moet naar huis lopen, hè? Ja, ja. Via Finland, ja. Ja, maar goed. Om ze te vinden. Ja. Vindensoep. Dat vind ik ook hoor, vanaf Scandinavië. Ja. Kleren of kleren? De kleren. Kijk je uit voor even voor de jonge kijkers? Want uitermate toeristisch, zou ik dan maar zeggen. Want ik heb ook namelijk volgers van school namelijk. Zou ik het netter zeggen, kwalitatief uitermate teleurstellend lang is dat. Vanaf Vindenburg naar hier in Nederland komen. Dank u wel, meneer. Ja, je hebt nou een desk, hè? Is dat zo? Is dat zo? Ja, je mag weer. Tjoe, jongen. 36 HSH1. Ja, ja, oké. Okay. Gas. Niet, hier moet je naar rechts als je naar Finland wil. Precies, joehoe! We mogen alweer dan, dit gaat lekker! Meneer, hier is wel ietsje te ver. Ja, ietsje. Ietsje maar. Een halve auto. Een halve auto, ook dat nog. Oh, oh, oh. Maar heb je nog wat te vertellen, Jess, over hoe het vandaag is gegaan? Vertel het daar eens nog wat over. Heb je nog een doel gescoord? Ja, ik heb een doelpunt gescoord, ja, in doel. Nou, dat is mooi. Ja, want ik had gelijk hoe dat het watertje daar Schelde heette. Jee! Mooi. Ja, niet Schelde, hè, op het water. En maar hoe vond je de reis gaan vandaag? De reis op zich goed. Maar. Mooi. Alleen, maar. We hebben heel wat om moeten rijden, hè? Ja. Oh, extra moeten rijden, ja. Een wegafzetting. Een afzetter. Dat zijn jouw woorden. Ja. Maar je vond het wel leuk? Ja hoor. Gezellig? Ja hoor. En heb je, ik wou het net zeggen, heb je weer wat van opgestoken? Ja, en er niet van afgestoken? Nee hoor. Nee, dat is toch mooi. Ik blijf mijn hart voor dieren houden. Ja. Anders wij wel. Heb je lekker gegeten? Kippen, ja, was ook lekker. Ja, maar en dat had ik ook al gezegd. Maar het eitje wat we hadden aangeboden van de eigen kip was ook zeer lekker. Nee, kip. Ik weet van niks. Ja, die was heel lekker, ja. Heel lekker, ja. Het zag er lekker uit. Ach ja. Hebben jullie nog trek in eten van een eitje gebakken uit van ons? Brownie! Ja, lekker. Maak brownie gek, sorry. Mark Brownie. Jij hebt de hond en die bruine labrador. Bruine Brownie. Het maakt de Brownie gek. Ja. Godzomme. Nee, let je even op je woorden. Ah. Mevrouw van Velzen. Nee, geen zin in. Mevrouw van Velzen. Hé, hey, bandjes. Het lijkt alsof dat hij hier slaapmiddel gestrooid wordt. Want ik ben weer hier in Den Haag en het wordt krijgt weer last van slaap. Nou, dan ga je lekker de hondjes uitlaten. Ja, en dan ga je slapend en wel. En dan ga je slapend en wel je nest in. En dan rol je zo je bedje veren stratenlaken in. En dan lekker op kussenloop nummer nog wat. Bedje veren stratenlaken. Kijk.
Ben ik jou? Ja, zet hem gewoon neer, joh. Ja, joh. Tijdelijk hier. Zo. Zo goed? Ja. Even kijken, waar zijn mijn keys? Geen idee. Hier, oh, zijn mijn keys. En een lampje. Ja, dat is mooi. Gekrijgd. Mooi. Drinken. Mooi, en opschieten nu heel snel. Nee. Mijn auto uit, nu. Ik zit al bijna op een uur na een 12 uur met jullie opgeschreven. Ja, dat is handig. Erg, hè? Nou, hé, doei. Dag, schat. Doei. Waar is Gezelli? Zo, opo. Moet eruit. Latex. Nou, die is lekker opgerot. Opgerot staat netjes. Kijk, ik heb alles. Opgerot staat netjes. Ik doe die, hè? Opgerot staat netjes. Lekker weer rust. Anders zie ik ook wel. Doei. Ja, een hele goede avond allemaal. Toen waren wij dus alweer thuis. Het is nu net 11 uur en we zijn al even een tijdje thuis. Dus het onweer nu alweer lekker, het regent weer lekker. Maar bij deze willen wij graag jullie bedanken voor het kijken naar Splits. Jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Vergeet niet een blauwe duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en laat eventjes een comment achter. Een commentaar, maakt niet uit. Dus, en ja, maar dan blijf je op de hoogte. Dus dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Doei.